Hallo lieve mensen, welkom bij weer een aflevering van de Bruidpodcast van Haberdas. Ik ben Kim. Ik ben Hanja. En samen zijn wij Haberdas. Ja. En samen beleven we heel veel avonturen. Heel veel. Vooral het beginnen van een filmpje. Ja. Dat is op zich al een avontuur. We zijn alweer 3 minuten verder. Maar ja. Nu hebben we hem erop staan. Ja, en volgens mij hebben we nu ook een leuk begin. Ik hoop het. Nou, voor de volgende keer. Dat zien we wel weer bij de nabewerking. Ja. Ja, dat is ook altijd een ding op zich. Maar vandaag hebben we dus gewoon een breipodcast. Ja. Want we gaan gewoon even vertellen over alle dingen die we hebben gemaakt. En die we af hebben en waar we mee bezig zijn. En dat is veel. Ja, dat is heel veel. Het is echt heel veel. Het is ook echt lang geleden dat we dit hebben opgenomen. Ja, ja, voordat jij naar Afrika ging. Ja, maar, daarvoor al ver ook. Daarvoor. Ja, daarvoor ook. Een maand? Ik denk al wel een maand geleden. Ja, want die andere was 2 weken geleden. Dus dan is het een maand geleden. Ja, zeker wel. Misschien wel langer. We hebben veel te vertellen in ieder geval. Nou. Laten we beginnen met wat we aan hebben. Begin jij met wat jij aan hebt. Ik vind hem geweldig geworden. De Cargill sweater van Creabea. Eindelijk af. We hebben zo lang over gedaan, zo lang naar uitgekeken. Maar hij is eindelijk af. En een deadline had ze, hè? Want ze wou hem aan in het vliegtuig. Ja. En? Nou, maar dat werkt dus goed voor mij in deadline. Ja, want als ik die deadline niet had gesteld, dan had ik hem nu waarschijnlijk nog steeds niet afgehaald. Nee, want dan ga je niet sukkelen. Ja, dan denk ik, oh, geen zin. Maar ben jij niet nieuwsgierig hoe het gaat werken? Als ik nieuwe wol meeneem, dan ben ik heel nieuwsgierig. Wow, hoe gaat het staan? Hoe gaat het zitten? Hoe gaat het? En dan wil ik hem gewoon afbreien. Dan moet ik mezelf echt dwingen om andere projecten eerst af te maken. Want ik wil gewoon weten hoe dat zit. Ik wil weten hoe dat staat. Heb jij dat helemaal niet? Ja, dat heb ik ook wel. Maar halverwege weet je dat wel, toch? Ja, dat is ook waar. Dus halverwege het project, dan is die... Die druif is weg. Nee, precies. Dat is dan verzadigd. En dan denk ik van, oh, zo breidt het, zo werkt het patroon. Oh, oké, ja, wordt leuk. Ja, hij staat goed. Ja, klaar. Ja, precies. En dan moet ik me er zelf echt ertoe dwingen om het af te maken. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, hij ziet er geweldig uit. Ja, en ik heb dus... Heb je nou werkelijk het hele patroon gevolgd of heb je nog eigen dingen gedaan? Ja, ik heb het patroon gevolgd behalve de hals. Want die is eigenlijk, zou dat een dubbelgevouwen boord moeten zijn? Dus hij zou eigenlijk zo zijn. Ja. Maar dat vond ik niet zo heel leuk. Ik vind die andere leuker. Toen dacht ik, laat ik het zo. Want ik hou ook echt heel erg van een kooltrui. Ja. Dus ik dacht, laat hem ietsjes hoger. Alleen toen ik hem klaar had gebreid, toen zat hij echt nog wel ietsje strakker. Dus echt een soort van kool. Ja, misschien moet je iets met de boord gaan doen. En dat is nu wel een beetje weg. Dus het zakt steeds een beetje uit. Maar eigenlijk vind ik dat ook niet erg. Nee, maar dat heeft mijne ook. Mijne zakt ook. Ik heb hem dag en nacht bijna aan. Dus dat zakt ook op een gegeven moment. Denk ik, houdt hij wel zo wijd. Nu moet ik hem gewoon even een keer weer. Ja, maar dat is het. Moet je hem gewoon even wassen en blokken. Ja. Maar eigenlijk, ik vind het eigenlijk ook wel leuk als hij iets wijd. Ik vind het eigenlijk wel gewoon leuk. Hij is gewoon heel leuk. Wat voor garen heb je gebruikt? Ik heb Knitting for Olive, Merino en Mohair gebruikt. Ja. Is toch het mooiste met dit, hè? Ik vind dat toch mooi met dit, hoor. Ik heb de kleuren Merino, was de kleur, dus die banana. En de Mohair is... Oker. Nee, niet oker. Mustard. Dark mustard. Dark mustard. Ja, dark in ieder geval dus een lichte merino en een donkere mohair. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar daardoor krijg je een beetje diepte in je trui. Beetje gemêleerd, Je krijgt een beetje diepte in je trui, vind ik, doordat je die doet. Maar ik vind het en de mouwen zijn dus een beetje zo poffig. En ik vind het helemaal leuk. Ik heb hem het liefst iedere dag aan. Hij zit heerlijk. Hij is lekker warm, maar hij is heel blij. Je bent er ook gewoon net als ik blij mee dat het nog niet zo warm is. Want dan kun je hem nog lekker aan. Nou ja, ik heb hem dus al een paar keer van de week uit moeten doen, omdat hij al te warm was. Ja, ik heb hem nog s'morgens trek hem aan. Ik denk, heerlijk. En aan het eind van de dag is hij warm. Ja. Maar ik vind hem echt heel mooi geworden. Je hebt verder geen problemen tegengekomen? Nee. Nee, het ging eigenlijk gewoon heel voorspoedig. Nou, ik vind haar patronen sowieso heel fijn. Ik vind de patroon van Creabea echt super duidelijk. Ja. En ze is sowieso een van mijn favoriete designers. Ik vind eigenlijk alles leuk wat zij maakt. Ja. Ik vind het ook gewoon een leuk mens. Ja, maar ik denk dat dat ook meespeelt. Ja, ik denk dat de gunfactor is heel hoog. Maar in ieder geval, ik vond het dus heel leuk om dat patroontje te doen. Maar ik had wel ergens halverwege dat ik dacht van ik ben nu eigenlijk wel klaar met het patroontje. Ja, dat snap ik wel. Dat is wel herkenbaar. Ja, dan begint het een soort van te vervelen. Ja. Maar goed, dat heb ik eigenlijk met alles. Ja, dan gaan we nu met die van jou ook weer zo zijn. Ja. Dat is, weet je, dat klinkt ook heel bekend. Wat heb jij aan? Ik heb de... Smoky. Ik ben ook de naam kwijt. Ik pak hem er even bij, want ik heb hem natuurlijk opgeschreven. Want ik ben met zoveel dingen bezig dat ik niet meer weet wat het allemaal is ondertussen. De Smoky sweater, want ik weet ook niet hoe zij heet altijd. Ja. Is van Kate Davis. Davies. Wow. Ja, het is een heel mooi patroon. Het is een soort kabelpatroon. Of een soort kabel. Ik weet niet of het een kabel is. Dit is wel een kabel. Maar het is een soort wat er bovenop ligt. Ja, het is een structuur. Een structuurbereisel is het. En aan de voor- en de achterkant heeft hij dat. Kijk. En aan de mouwen zijn gewoon tricot. En de achterkant is precies hetzelfde.
En ik ben heel blij mee. Hij zit heel lekker. Met de hij bol. Is echt heel ja, lekker. Maar ik heb Wonderwool gebruikt. En dat is gewoon, ja, dat breidt gewoon heerlijk. En dat is ook heerlijk warm. En ze heeft wel, wat ik heel grappig vind, is dat ze heeft die steker bovenop liggen. Op de mouw. Ja, gedraaide rib. Die gedraaide rib op de boord. Ik vind dat, ik ben echt fan van. Ik vind het heel mooi. Ja. Hij heeft eigenlijk maar één nadeel. En dat is? Ja, die mouwen. Kijk, zie als ik zit, zie je? Oh. Die mouwen. Ik vind dat echt helemaal niet storend. Nee, het is ook nee, het is net tussen mijn oren, denk ik hoor. Jou valt het heel erg op. Ja, mij valt het heel erg op. Maar het is ook dat kun je hier wel zien. Het is een aangebreid mouwtje. Ja. Waar vervolgens de rest aangebreid is. Mm-hmm. Op zich is dat prima. Ik heb een proeflapje gebreid. Doe ik nooit, maar ik denk laat ik dat in dit geval wel eens doen. Ja. En toen heb ik dus alleen de breedte bekeken. Niet de lengte. Oh ja, precies. Dus ja. Het aantal toeren klopte niet helemaal. Er staat één toer tussen. Dus ik denk, nou ja, die ene toer, dat komt prima. Mm. Maar dus niet. Je kunt het zien, want dit is eigenlijk te ja, strak. Dus dat is, ja, oké, dat mis je daar dan nu net. Ik mis daar nu net, zeg maar, dat iets. Dan nu heb ik hem heel lang gedragen, dus nu is hij wel goed hoor. Ja. Maar op het moment dat hij net gewassen is, dan zit hij zo. En dan heb je echt... Maar heb je wel eens geprobeerd dan met het wassen om een beetje uit te rekken? Nee, dat ga ik volgende keer proberen. Ja, ja ga ik gewoon hem iets oprekken hieronder. Ja. En als ik hem ooit weer brei, dat denk ik niet hoor. Maar als ik hem ooit weer brei, dan ga ik gewoon hier rechtdoor. En dan ga ik vanaf hier de mouw aan. Ja, met mij weet je niet. Heeft je dochter niet ook een exemplaar gevraagd? Ja, nee, die heeft er nog niet goed naar gekeken, denk ik. Mijn collega wel, die zegt, oh, wat een leuke traag. Ik zeg, oh, helemaal leuk. Maar ja, ik heb natuurlijk altijd, ik heb met een kleinere naald gebreid als dat ik, dat hij aangeeft. Maar dat is eigenlijk standaard. Ik begin eigenlijk al standaard met een kleinere naald, want... Behalve, maar daar komen we zo meteen op. Ja, behalve, daar komen we straks op. Ja. Dat is echt, nou, dat is een valkuil van mij. Begin standaard al met een halve naald. Ja, dus, maar het blijkt dus dat het niet altijd zo is, maar daar komen we zo meteen op. Wat ik ook grappig vind, met haken hebben wij dus dat niet. Met haken hebben we wel dezelfde naald. Ja, met haken hebben we dezelfde naald. Ja, ja, dat is heel bijzonder. Nee, verder kwam ik ook helemaal geen dingen tegen hier. Het is gewoon het is een echt leuke patroon. Het is ook heel makkelijk te volgen. Ze legt het heel goed uit. Er zit en een tekening bij en het uitleg maar jij hebt een boek hiervan? Ja, maar het patroon is ook online, toch? Ja, patroon kan je ook gewoon online bestellen. Maar ik heb een boek, want ik heb ook een muts ervan gemaakt, van hetzelfde. En ik vind dat gewoon... Maar ik vind ben gek op kabels. Ja, ik vind dit echt bijvoorbeeld vind ik ook helemaal geweldig. Ik vind structuren vind ik heel mooi in een trui. Ja, ik vind een tricotrui mooi, maar ik vind eigenlijk een structuur en vooral kabels. Dus ik ben heel blij met een nieuw patroon van de Creabea. Ja. Ik heb hem in mijn telefoon. Ik ga straks niet kijken naar wol hier. Want ik heb een heleboel andere dingen nog die ik eerst wil doen. Okay. Maar dit is dus deze heb ik af. Ja, ik vind deze echt heel mooi. Ik heb hem ook heel veel aan, moet ik heel eerlijk zeggen. Even snel over een jurkje. Ik heb precies de goede lengte gekozen. Ja. Hij zit echt... ja, ik kan me nog herinneren dat je... Kijk hoe het werkt als ik sta. Oh ja, dat zie ik niet zo heel goed. Ja, dat zie je wel een klein beetje. Weet je, ik heb een korte bovenkant, dus hij zit precies op mijn heup. Maar ik kan me nog herinneren dat je toen inderdaad bang was. Waar was je ook weer bang voor? Dat hij te lang werd, omdat je hem niet kunt passen. Want hij is van onderen naar boven top-down gebreid. Ja. Dus je kunt hem niet eerder passen. Ja. Ja, je kunt hem niet eerder passen. Bottom-up, sorry. Je kunt hem niet eerder passen dan dat je de schouders erin hebt. Dus dan heb je hem helemaal klaar. Ja. En dan kun je hem passen. Ja. Nee, dat vind ik dus, daarom heb ik daar een hekel aan. Omdat ik gewoon zo'n korte bovenkant heb. Ja. En dan heb je dan is die verhouding gewoon helemaal zoek, hè? Ja. Want, maar zou je hem ook andersom kunnen breien? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja, ja. Maar het patroon is gewoon, dit is gewoon hetzelfde. Dus dat maakt niet uit of je nu hier begint of je begint hier. Je zou dan alleen zeg maar hier, ja. Dan moet je even uitfiguren hoe je dat doet met een ander patroon. Ja. Dan zou je dat in principe wel kunnen. Dat moet wel te doen zijn. Maar het is echt, ik vind het echt, die structuur vind ik heel mooi. Ik heb ook heel veel aan. Die wol is geweldig. Ja, vooral met deze wol ook natuurlijk. Want die wol, die zorgt er wel voor dat de structuur echt goed uitkomt. Ja, en ik heb hem gewoon heel veel aan. En het pinnen valt ook heel reuze mee hoor. Kijk maar. Het is wel iets, maar het is niet echt dat je zegt, want het is heel heftig. Mm-hmm. En ik heb hem gewoon, volgens mij, al wel een maand of zo. En oké, dan doe ik hem weer aan. Denk, nee, nu doe ik hem niet meer aan. En dan is morgen denk ik, oh, lekker weer aan. Ja, dus ja, het is echt een... Het is even mijn lievelingstrui, maar dat heb ik met alle nieuwe truien. Dus ja, nee, maar dat heb ik ook inderdaad. Ja, dat zegt niks. Dus hij is echt een aanrader en die vol helemaal. Dus ik denk dat ik hem wel misschien de Laude hiervan. Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Ja, het is heel behagelijk. Het kriebelt niet, het is heel behagelijk. Het draagt gewoon ook prettig. Ja, je vindt het niet kriebelen? Nee, ik vind hem niet kriebelen. Want ik heb, dit is een, heel stiekem laten zien, kijk. Zonder mouwen. Ja. Dus ik heb hem nu gewoon op mijn blote arm. Ja, het is 100% wol. Ik als kriebelkont heb daar helemaal geen last van. Heerlijk. Nou, en het is...
maar misschien ook wel door dat... Volgens mij is hij super wash behandeld. Ja, dat denk ik wel. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar, want dat hebben ze niet beschreven. Nee. Dus ik weet het niet helemaal zeker, maar je kunt hem wassen op 40 graden. Ja, ik durf het niet hoor, maar dat kan. Ja, nee, precies, maar dat zeggen ze, je kunt hem wassen op 40 graden. Dus ja, als je wol kunt wassen op 40 graden, dan is hij waarschijnlijk behandeld. Ja, dat denk ik wel. Maar het is, ik heb er totaal geen last van. Nee. Nou, het is mooi. Het is echt een echte aanrader. De wol is een aanrader. Of het garen is een aanrader. En ja, het patroon helemaal. Het patroon is ook echt een aanrader. Hadden we nog meer? Gaan we over naar de dingen die we af hebben. We gaan stom gewoon door. Ja, en je probeert zich heel netjes aan de agenda te houden. Ja, maar we hebben zoveel te vertellen. Vaart erin. De kajastus. Sokkenwol, ja. Wat zijn dit voor sokken? Ja... Ook dat hebben we natuurlijk. Dit is van de seasonal sokken. Ja, seasonal sokken. Ik heb het allemaal netjes opgeschreven. Dit is de Winter Stroll Socks van Marie-Élise Ducal. Ah. Ja, en dit is het eerste gedeelte van de seasonal sokken. Die Luna Sternit organiseert. Ik doe voor haar ook een testnit. Dus ik denk, ik ga ook maar gelijk beginnen met... zij breidt alles van been naar teen. Mm. Aangezien ik dat niet mijn favoriet is. Ik denk, ik moet daar gewoon een beetje oefenen. Misschien dat het dan wel leuk wordt. Ja. Dus het is een ontzettend leuk patroon. Kijk. Ja, dat is leuk. Het is echt een leuk patroon. Maar is die wol ook gewoon leuk? Ja, dat ja, is die kajastus. Ik ben echt fan van hem. Ik hoop op volgend jaar een hele koude winter. Want de hiel is ook leuk. Kijk, de hiel zit... die brei je met draaid recht. Dus dan krijg je zo'n werkje erin. Kijk, kan niet zo goed zien. Wat hoor je... Ja, precies. Yeah. Ja, dat, hoe noemen ze dat ook weer? Mijn oma die had het ook altijd, maar dan is een extra sterke heel, ja, toch? Ja, ja, volgens mij ook. Maar hij is echt, hij bereidt... Maar ja, ik ben heel erg fan van kajastus, dus als je mijn patroon geeft en je geeft een bol kajastus bij, vind ik hem altijd fijn. Wat patroon je ook wel. Hoe heet die heel nou ook weer? Oh, verdorie, nou wil ik het weten. Mijn oma die deed het ook altijd. Ja, ik vond hem ontzettend leuk. En ook dat sneeuwvlokje erboven, sneeuwvlokje erbovenin, sneeuwvlokje. Sneeuwvlokje erbovenin is erg schattig. Het is echt een gratis patroon. Dus op zich, leuke bol wol. Ja, want hoe werkt dat dan met die seasonal sokken? Dat zijn gewoon steeds gratis patronen. Ja, dat denk ik wel. Het gratis patroon. Het tweede patroon is, als het goed is, er zal vandaag of morgen een filmpje online komen, denk ik, met deel 2. Want voor 31 maart... Zag ik op haar... Voor 21 maart moest die af. Dus dat is gelukt. En ik ben heel blij mee. Dus ik heb al een bol klaar liggen voor de volgende. En wordt het weer een kajastus? Nee, dat is een lentesok. Sorry. Dus jammer genoeg kan dat niet met deze. Ik heb nu ondertussen op een hele strenge winter volgend jaar, want ik heb 3 paar van deze heerlijke sok en ik heb nog een bol liggen. ik vind kajastus een ontzettend fijne sokkenrol. Ja. Ook in het dragen vind ik hem geweldig. Hij is warm en hij is ook lekker, deze is lekker slop. Hij is lekker eroverheen. Ja, precies. Hij is iets fijner, dus... deze 2 dingen had ik af. Leuk. Ja, goed hè? Goed bezig. Ik ben heel goed bezig. Nou, dan gaan we naar ons volgende onderwerp, namelijk waar zijn we mee bezig? Begin jij? Begin jij maar. Oké. Ik ben benieuwd waar jij mee bezig bent. Vooral die ene vind ik heel leuk, die middelste. Ja, die bewaren we dan voor het laatst. Ja, die doe maar. Ja, die vind ik leukst. Ik begin eventjes met het simpelste. Ja. Ik ben bezig met een sok. Dit is de sokkenwol die ik had gepland om mee te nemen op vakantie. Maar ja, dat was mislukt. Om aan te breien in het vliegtuig, want ik moest namelijk 19 uur vliegen. Dacht ik, nou, in 19 uur vliegen kun je wel een paar sokken af hebben. Makkelijk. Zou kunnen. Ja, zou kunnen. Als je naalden hebt, kan dat. Als je naalden hebt, ja, dat is wel cruciaal. Ja, nou, die moest ik dus inleveren, dus ik had wol bij me voor Piet Snot, want ik kon er helemaal niks mee. Ja. Nou, helemaal goed, maar ik dacht, thuis ben ik er toch aan begonnen. Dus het is wel echt een heel schattig sokkenwolletje. Ja, het is echt van leuk. Olivia en Oliver. En ik zat te denken, zal ik er een werkje in doen? En toen dacht ik, nou nee, want het is gewoon een leuk gemêleerde sokkenwolletje, dacht ik eigenlijk. Maar jij bent ook helemaal niet van de werkjes. Nee, ook dat. Maar ik dacht misschien wel nog een rib in het been of zo. Ja, het is wel leuk. Ja, maar een kabeltje aan de zijkant is ook leuk. Iets. Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk is die ook ik gewoon vind al leuk. Jammer. Omdat er, ja, is gewoon... Ik denk dat het ook jammer is. Goh, wat is dat wel met die tryout, hè? Ja. Dus als ik langzaam rood word, mensen, dan is dat omdat het warm is van het gaan. Neem even een slokje water. Oh ja, dat is waar. Maar goed, ik zat dus te twijfelen of ik wel de teen en de hiel en de boord een andere kleur moest doen. Want ik vond die oranje best wel heftig. Best wel afketsen, of hoe zeg je dat? Ja, ja. Afsteken tegenover de rest. Ik vind het resultaat wel mooi. Ik vind het ook leuk. Ik vind de kleuren worden mooier doordat jij die andere erbij hebt gedaan.
Ja. Ja, en het is ook niet dat het een compleet andere kleur is. Het past wel bij de rest van het palet. Ja, het is net alsof de kleuren dieperder worden als jij een andere kleur... Dat heb ik bij mijn sok ook. Het is net alsof de kleuren aan het veranderen als je een andere kleur ernaast doet. Ja, dat is denk ik ook wel zo. Ja, sommige kleuren komen dan omhoog, lijkt het wel. Ja. Nou goed, dus ik ben daar wel blij mee. Dankzij jou heb ik ook weer een fijn sokkennaaltje. Ja. ik gebruikte hem niet. Dus, ik heb hem gedoneerd. Ja, nou, dat vind ik heel fijn. Want ik brei het liefst met zo'n heel klein rond breinaaltje van Chow Goo. Die met die verwisselbare punten. Ja. Dat je aan de ene kant echt een heel klein naaltje hebt en aan de andere kant een iets grotere naald. En met een hele dunne kabel. Want je hebt wel ook gewoon zo'n rond breinaaltje van Chow Goo. Met dikkere kabel. Met een dikkere kabel. Die ik gebruik. Ik brei met je gloep, ik gebruik die andere. Ja, maar je hebt hem dus ook in het heel klein. Ja, ja. Maar dan heb je toch een dikkere kabel. En dat vind ik dan, dat werkt dan toch net iets minder flexibel of zo. Deze vind ik zo ontzettend fijn. Ik vind hem vreselijk. Ja, nou, ik vind het ook gek. Want aanvankelijk vond ik dat ook. Totdat ik met deze naald ging breien. Zo fijn. Nou goed, nou, die moest ik dus niet meer, want ik heb hem gedoneerd. Ja, nee, je hebt het geprobeerd. Je vindt het gewoon En ik vind het gewoon niks. Nee, ik ben van de Magic Loop. Maar goed, dat is... Hij was heel mooi. Dankzij jou kan ik daar weer mee breien. Ik dus bedankt. Ja, graag gedaan. Mijn volgende project is een tolstatie. Oeh, leuk. Ja, ik heb vorige zomer al een tolstatie gebruikt. Ja, met z'n allen hebben we vorig jaar een tolstatie gebruikt. Ja, met linnen. Ja. Ja. En nu dacht ik, want er was een nieuw kleurtje binnengekomen van de Woollywood. Het is ook echt een Kim kleurtje. Het is mijn kleur. Dan. En toen dacht ik, hier moet ik gewoon iets mee. Alleen, ik bedenk me nu, er zit een hele korte kabel in. Dus ik kan echt totaal niet laten zien. Nee, dat ga je niet redden. Nee, dat ga je niet redden. Nee, dus het gewoon... Ja, ja, je moet er een tolstatie in zien. Ja, succes daarmee. We zijn ook weer even ver. Maar ik ben nu op het punt dat hij moet splitsen, de mouwen. Ja. Bijna, ik moet dat 3 naalden. Oké. Okay. Maar ik maak ook nu een grotere maat, want ik dacht, ik brei kleiner met deze. Maar ik heb het eigenlijk helemaal niet gecheckt. Dus ik weet niet zeker of ik moet hem oppassen. Dus. Ja, dus je moet sowieso een grotere kabel. Maar vind jij het fijn om op zo'n kleine kabel te breien? Ja, ik vind dat heel fijn. Ja, ik vind dat lijkt mij nog... Ik heb nog dan zijn mijn steken lekker allemaal dicht bij elkaar. Hoef ik niet de hele tijd zo steken door te schuiven. Ik hou ook van Magic Loop, jij ook niet. Ik hou ook al wel van Magic Loop, maar niet in alle gevallen. Nee, dat is waar. Nee, dus daar zit ook wat in. Als het niet hoeft, dan doe ik het liever niet. Nee, ik heb zoiets, ik doe dat gewoon. Ja, maar nu hoeft het niet. Dus nee. Ik vind dit heel fijn. Behalve dat je het niet kunt zien hoe het eindigt. Nee, totaal niet. Maar ik heb geen idee hoe groot het is. De kleur is geweldig. Welke rol heb je gebruikt? Ja. Welk haar heb je gebruikt? Ja, Woollywood. Woollywood. Ja, dat zei ik. Ja, daar heb ik mijn donkerrode van gemaakt. Ja, klopt. Ja, ben heel benieuwd. Maar dit is dus een nieuw kleurtje. En dan moet ik wel heel eerlijk bekennen, die staat nog niet online. Maar dit is wel een goede... stok achter de deur? Ja. Ik ga hem online zetten. Ja, het lijkt me een heel goed plan. Lijkt me ook een plan. Want dit was een nieuw kleurtje. Was ook nog een ander leuk kleurtje bij. Een beetje groenig. Een beetje mintgroen. Ja, dat klopt. Daar lichte groene. Ja, dat was een erg mooie kleur. Heel leuke kleur. Ja. Ja. Maar een beetje mijn ding hier. Ik moet zeggen, het lijkt wel een beetje viezig nu met deze geel erbij. Het lijkt het net allemaal anders. Ja, anders moet je hem voor mij houden. Is het anders. Oké, hoe leuk. Ja. Maar goed, afijn. Ik moet dus splitsen. Dus je moet dan een grotere naald. Dus dan kan je volgende keer laten zien dat die af is. Of, ja, nee precies. Maar ik wilde daar iets over zeggen. Ja, wat wil je erover zeggen? Ik heb namelijk een nieuw tooltje. Oh, ik ben benieuwd. Dat kennen jullie vast allemaal. Maar ik denk dat ik al weet wat eruit gaat komen. Maar zo'n kabel. Ja, ik heb het gekocht. Nu pas aangeschaft. Want het zijn inderdaad, dit is zo'n... Oh ja, dat is beter. Dat? Ik weet niet hoe je het noemt. Ja. Hoe heet het? Oh, knitting wires. Ja. Ja. Ah ja, het is dus gewoon een kabeltje met een... Zit er een gaatje in? Ik kan het niet laten zien. Ja, het is gewoon een soort van tube. En die kun je dus op je naald zetten. Oh, misschien kun je toch gewoon laten zien hoe die dan wordt als je hem erop zet? Nee, maar ik moet splitsen, de mouwen splitsen. Ik weet niet zeker wat ik dan nu moet doen. Nee, dat doe maar niet. En straks moet je weer opnieuw beginnen. Nee, dat doe maar niet. Maar wat je dus, je kunt die gewoon op je naald zetten. Ja, en dan kan je gewoon... Even sneeuwman aan de kant. Ja. Je zet hem gewoon zo op je naald. En dan kun je heel gemakkelijk de steken overzetten op die kabel. Ja, ja. In plaats dat je, want ik heb dan altijd zo'n draadje van, oh god, dat gaat snel. Ik heb dan altijd gewoon zo'n draadje van een bolletje wat ik nog heb liggen. Ja, dat kan ook, maar dit is natuurlijk heel makkelijk. Ja, maar dit is natuurlijk ook, moet kijken hoe schattig. Ja, maar het is ook heel gemakkelijk, omdat je dus die kabel gewoon op je naald kunt zetten. Ja. Oh god, wacht even hoor. Zitten er verschillende in? Ik ga wel even doorkletsen, dan kan jij dat even doen. Oh, er zitten ook verschillende, je hebt er heel veel. 3. Oh, en allemaal verschillende lengtes of wel? Ja, 1 van 1,50 meter, dus die is voor de body. En 2 van 75 centimeter. Dus je kunt eigenlijk 1 trui daarmee helemaal op rand. Ja, precies. Oh ja, wat handig. Maar ik had hem dus gekocht, speciaal voor mijn volgende project die ik wil laten zien.
Oh, maar ja, dat heeft uiteindelijk niet gewerkt. Maar ik kan hem nu wel gebruiken voor de mouwen van de tolzetting. Ja. Dus dat ga ik straks doen. En dan, kijk het doosje. Ik ga even anders zitten. Kijk het doosje. Hoe schattig. Ja, leuk. Ik vind het echt schat. Leuk blikje. Schat. Ja, leuk blikje. Nou, ik heb hem gekocht in Utrecht bij iWoolie. Oké. Dus daar kun je ze kopen. Ja. Dus en gaan ze zelf niet verkopen? Ik zit gewoon reclame te maken voor iemand anders. Ja, ja, maar gaan we ze zelf niet verkopen? Nou, ja, dat kan misschien wel, maar dan moet ik dat inkopen bij de Knitting Barber. Ja. Ik weet niet of dat kan, dan moet ik even uitzoeken. Ja. Dat is wel de moeite waard wellicht. Ja, want dit is, lijkt me wel een leuk artikel, toch? Ik, als het jou bevalt. Ja, nee, ja, laat ik dat eerst uitproberen. En dan, als jij hem nou eerst uitprobeert, dan kunnen we altijd nog overleggen wat we ermee doen. Ja. Ik vind het wel een leuk ding. Ik vind het blikje ook leuk. Ja, het is ook handig. Je kan makkelijk meenemen. Ja, ik ben van blikjes dus zijn. Maar goed, ik had hem dus gekocht voor mijn volgende project. Want mijn volgende project is namelijk... Nou, laat zien. Jouw volgende project, deze vind ik leuk. Een rok. Ja, zie, maar je, zie je er al een rok in? Ik wel. Ik zie daar gewoon een rok in. En ik moest die natuurlijk passen. Want ik heb ook hier weer een veel kortere kabel gebruikt dan... Ja, je kunt gewoon weer helemaal niks van zien. Is. Nee. Dus ik moest hem passen. Want ik heb de waistband gemaakt. Die is dubbel gevouwen. Ja, het is lastig te zien, het is allemaal in het zwart. Ja, maar ik heb dus... Maar de reden daarvoor staat in ons vorige filmpje. Ja, klopt. Jij bent de reden daarvoor. Ik ben de reden, want ik vond zwart... Je hebt altijd zwart aan. Ja, nou ja, nu eigenlijk niet. Nee, maar meestal heb je wel iets zwarts aan. Dus ja, zwart is wel gewoon mijn go-to kleur. En daarbij, dan kun je... Er staat gewoon... Makkelijk combineren met alles. Het is veel makkelijker te combineren ook. Ja, maar in ieder geval, dus ik heb de waistband gemaakt. Die heb ik dubbel gevouwen. En toen moest ik... Japanese short rows maken. Oh mijn god. Heb jij wel eens Japanese Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat klinkt heel enthousiast. Ja, was heel interessant ook. Ik dacht, oké, we're going overseas now. Oh man, ik vind de German al wat. Dat is heel dichtbij. Ja, precies. Nee, maar was wel... Moest je met vliegtuigen viel? Nee. Ja, precies. Ik begreep niks van alles in Japans. Ja, echt hè. Oh man, sushi erbij, klaar. Lekker. Dat is wel mijn favoriet. Maar het was eigenlijk heel makkelijk. Het was echt heel duidelijk. En ik denk eigenlijk makkelijker dan de German short rows. En mooier dan de German short rows. Gek is dat, hè? Dat je dan het woord ziet en denkt, oh mijn god. En dan, als de uitleg goed is, is er niks aan de hand. Hè? Nee, ja, nou, weet je wat ik meestal doe? Gewoon even een YouTube filmpje. Ja. Even 2 minuten kijken hoe iemand anders het doet en dan weet ik het. Ja, is ook wel zo. Maar goed, je hebt zoveel basis dat je gewoon dat ja, precies. Dat je gewoon begrijpt wat je moet doen. Maar in ieder geval, toen had ik dus de dacht, hoe je zegt, ben ik verkeerd? Je wilde German zeggen. De Japanese short words had ik erin zitten. En toen dacht ik, nu moet ik hem wel echt even passen voordat ik verder ga. En ja, dat lijkt me wel een slim idee. Voordat je echt de kilometers gaat maken, is wel handig dat je weet dat hij goed zit. Ja, dus toen dacht ik, koop ik die kabel. Maar ja, dat werkte dus niet, want dit is een hele dunne naald. Ja. En dan moest ik Waar echt... je hem nu op? 3. Dus ik heb de waistband gedaan in 2,5, want die moet ietsje strakker zijn. Ja. En nu brei je hem op naald 3. Op zich nog te doen. Is prima te doen, maar voor een rok, ik denk dat het een meerjarenplan wordt. Dat is niet erg, want je hebt zwart. Je hebt zwart. Dat is geen enkel probleem. Tijd zat. Maar dus die kabel, wat ik wilde vertellen, dat is een beetje lastig omdat die naald zo dun is. En dan moest je die steken echt met een soort van... geweld op die kabel zetten, waardoor die kabel steeds los schiet. En dan ben je dus je steken weer kwijt. Nee, dus toen dacht ik, dit ga ik helemaal niet doen. Nee, dat moet je helemaal niet willen. Dus heb ik gewoon even een extra kabel erbij tussen gezet om te passen. Ja, dat is ook net zo handig. Ik heb daar zo'n flexibele voor. Die gebruik ik altijd voor. Ja, die heb ik ook. Ja, die gebruik ik altijd voor. Hoe heet die ook alweer? Ja, die zilverkleurige. Ja, wat heet die nou? Ja, daar heb ik gewoon eentje van. En daar zitten ook standaard die dingen aan. Dus brain fart. Ja, die heb ik de standaard aan zitten. Dus daar pas ik altijd mee. Ja, doe ik ook. Want dat is ook fijn. Want die draait dus mee. Ja, dat hoef je ook niet moeilijk te doen. Je draait gewoon dingen al mee. Dat zit gewoon zo'n los systeem aan. Ja, die draait mee. Want als je dus een andere erop zet, dan gaat het helemaal kronkelen. Ach, en dat is allemaal drama. Dat is helemaal niks waard. Dus ik herken dat wel. Ja, ja. Dat doe ik dus ook. Ja. Alleen die is dus wel, dit is dus een small. Ja, en dat andere ding is een andersom, dit is een mini. En dat andere is een small. Dus dat paste dan weer niet. Nee. Dan had ik weer zo'n connector nodig. Ja, die had je niet. Oh, dat is wel. Maar ja, nee, die heb ik ook gekocht toen ik deze heb gekocht. Oh ja, dat is heel slim. Was voorbereid. Ja. Eén van de twee. Ja, ik heb ze ook thuis. Maar goed, in ieder geval, ik ben dus echt super blij hiermee. Kijk, nu komen er een soort van... Ja, ik heb hem net van... Er komt een rip in. Ja, het is echt geweldig. Van, ik heb hem net bekeken. Ja. Stiekem. Oh nee, ja. Een grapje. Nee, ik heb gewoon gekeken en ik ben benieuwd. Hij ziet er gewoon ook echt heel mooi uit. Ja, en ik denk dat hij echt heel leuk wordt. Ik denk dat hij echt een hele goede keuze heeft gemaakt met Edelweiss. Ja, dat denk ik ook. Serieus. En dat denk ik ook. Ik denk dat Edelweiss, ja, inderdaad, ik brei dus met Edelweiss in zwart.
wel een flinke uitdaging, want het is best wel een klein kabeltje. Ja, dus het is zwart. Kleine draad. Ach, zwart. Kleine naald. Jesus. Kleine naald en inderdaad zwart. Dus het is wel een uitdaging. Ja. Maar ik denk dat je gewoon ik denk dat je bij deze gewoon geen druk moet zetten. Nee. Gewoon af en toe lekker pakken en af en toe breien. Ja, of misschien dus juist wel een deadline. Kerst. Nou, dat vind ik wel een goeie. Dat lukt wel. Als jij nou kerst doet, dan doe ik de kersttrui voor kerst. Die ik nog bedenken. Oh, maar dat lukt wel. Maar ik zat ook nog te denken, want... Kerst op de lappen brengen, doe ik dan aan. Nou, dat zou best nee, niet. Je hebt dan andere jurk. Oh ja, die heb je speciaal. Maar ik zat nog wel te denken, want deze heeft dus een split. Die begint ergens rond de knie, volgens mij. Ja. En ik zag laatst gewoon in een winkel ergens zo'n gebreide rok. En die had de split, die begon al hoger. Ik dacht, oh, dat vind ik eigenlijk niet zo ook is, wel leuk. Is ook wel leuk. Ik weet niet, hoe lang wil je maken? Ja, dat weet ik ook nog niet. Maar ik denk dat het wel vanaf de knie, dan heb je dit allemaal recht en dan vanaf de knie. Ik denk dat dat vanaf hier mooier is. Ja, ik denk ook dat dat leuk effect geeft. Dat effect is denk ik leuker. Doe je één kant split of twee kanten? Eén kant. Eén kant. Ik denk dat dat leuker is. Ik vind dat in stof ook leuker. Ja, ik vind ook. Ik vind dus stof ik denk dat ik dat ga ik nog even bekijken. Dus hoe maar je bent nog niet zo ver. Dus nee, van, dat duurt nog nee, wel even. Dat is, daar ben je nog niet. Dus, nee, dat duurt nog heel lang. Dat is echt nog wel een dingetje. Dat komt nog wel. Maar goed, dit is waar... Oh nee, ik ben natuurlijk ook nog bezig met de Ariana cardigan. Moet ik dat nu vertellen? Ja, natuurlijk. Oké, okay, nou, we zijn dus begonnen met de Ariana Mall, Make Alone. En dat doen we met een paar dames. Hartstikke leuk. Ja, klein groepje. Echt leuk. Voor mij werkt die deadline dus echt heel goed. Want ik heb een soort van planning gemaakt. Dat betekent dat ik iedere dag één granny moet maken. En dan heb ik hem op 1 juni af. Nou, aanvankelijk dacht ik, ik hou me namelijk nooit aan planning. Nee. Ik dacht, dit gaat hem helemaal niet worden. Maar even een beetje ze doorhaken heeft... en je bent zo weer bij de planning. Ik moet zeggen, ze heeft even moeten... Maar het is gelukt hoor. Je loopt nu weer recht. Ongeveer. Ongeveer. Maar en ook deze maak ik in het zwart. Want ik hou gewoon van zwart. En ik ben gewoon niet zo heel van heel veel verschillende kleuren mengen met elkaar. Dus ik dacht, ik maak gewoon even... Ja, ik ben de uitdaging aangegaan om het andersom te doen. Maar ik vind hem echt heel mooi. De kleur en ik heb volgens mij ook nog nooit een Ariana cardigan in één kleur gezien online. Ik ook niet. Ik heb ook niet heel goed gekeken misschien. Maar in ieder geval, ik ben dus wel benieuwd hoe dat eruit komt. Gewoon in één kleur. Maar je hebt niet één kleur. Je hebt er eentje van. Ik heb alleen één eigenwijze. Ja. Maar ik weet nog niet zeker of ik dat ga doen. Maar ik dacht, het is wel leuk om gewoon zo eentje hier zo een andere kleur. Dat krijg je als je bij het breikafé je bolletje wol niet meeneemt. Ik heb gewoon niet genoeg wol bij me. Dat kan toch gebeuren. Ja, dat kan prima gebeuren. Dus ik vind het wel grappig. Ik ben heel benieuwd of jij inderdaad die gaat gebruiken. Ben ik ook benieuwd naar. Maar dat gaan we ergens in mei ontdekken. Dan ga ik het in elkaar zetten. Ja. Ga je eerst... niet net als jij alles al in elkaar zetten terwijl je nog bezig bent. Daarvoor wou ik net vragen. Ga je niet al... Dus nee, ik ga me aan mijn planning houden. En dat betekent dus dat ik nu eerst een x-aantal weken al die grannies ga maken. En daarna is het pas tijd om het aan elkaar te zetten. Oké. Okay. Ja, zo knap. Ik kan dat niet. Nee, blijkt. Zullen we hem er gelijk bij pakken? Ja, ik neem even een slokje drinken. We pakken hem er gelijk bij. Ik kan daar dus niet wat kind doet. Nee. Sorry. Ik ga hem hier achter mij op de bank... Draperen. Tada. Oh. Tada. Zo. Kijk nou hoe leuk. Kijk hoe leuk die geworden is. Ik heb hier zelfs al... Oh, kun je hem niet even aandoen? Ga maar weer. Ik moet dat ding elke keer aandoen. Ik moest hem gisteren ook al 3 keer aandoen. Eerst de trui uit. Ik ga even ik ga even buitenbeeld. Nee, dat kan niet. Oh, dan moet ik nog wel kletsen. Als jij nou even kletst, dan... Ja, wat moet kletsen? Nou ja, oké, dan kan we over de Ariane iets vertellen. Ja, klets jij even. Want ik dus een planning heb gemaakt. Klets jij het even vol. Ja, ik vond het dus wel leuk om een planning te maken. Maar ik geloof wel dat ik de enige ben ook die ze gaan planning houden. Nee. Dus er nog geen iets van planning houdt. Ja. Wat fijn. Gisteren bij Breikafé, Carla liep ook al gelijk op een planning. Oh, die houdt ook de planning bij. Ja, oh, wat fijn. Maar ik dacht, dat helpt dus een beetje. Want het kan ook een soort van overwhelming zijn. Dat je denkt, oh, ik moet heel dat vest maken. Moet 1 juni klaar zijn. Hoe doe ik dat? Nou, simpel. Even die planning bijhouden. Dan ben je er. Ja, het zit toch een beetje raar aan één kant. Want ik heb natuurlijk nu... ik mis hier een stuk. Ja, oké. Okay. Maar het ging er mij vooral om... Dat hij precies goed is qua maat. Ja, hij moet precies goed zitten qua maat. En als ik hem... ik zit nog wel een beetje... Ik ben benieuwd hoe dat gaat met die mouw, hoor. Dit lijkt wel vrij... Kijk, de andere kant heb ik hem klaar. Oh. Hij zit wel een beetje bollig. Ja, en hij is best wel ruim. Ja, hij is best ruim. Maar ik heb nu gisteren 2 dingen gedaan. Dus die ga ik eraan vast. Ik heb lekker witte armen nog, hè. Tijd voor de zon. Maar ik ga dat eerst proberen. Voordat ik daar wat anders aan ga maken. Want ik denk dat het wel meer valt. Maar het hoort ook wel een beetje bij dit vest. Ja, het hoort ook bij je gehaakt vest, denk ik, dat het zo zit, hoor. Ja. Ik denk dat het ook wel een beetje erbij hoort. Sowieso bij deze. Ja. Maar en je hebt wel iets anders gedaan qua... Ja, want ik heb dus...
Het zijn twee maten. Het is een kleine maat en een grote maat. Nou ja, kleine maat pas ik dus niet in. Dat hoef ik niet eens te proberen. Dat past nooit. Dus ik denk, je maakt een grote maat. Maar toen kom ik aan het kijken. En daar zit dus een bovenwijdte in van 165. Ja. Met mijn 112, daar wordt hem niet. Dus ik denk, dan wordt hij zo oversized. En dan ga ik hem niet aantrekken. Want ik ken mezelf, dat ga ik niet doen. Ja. Dus ik heb hem teruggerekend. En overal een square weggehaald. Mm-hmm. Waardoor hij dus... volgens mijn berekening precies goed moet zitten. Vandaar dat ik hem alvast in elkaar gezet heb. Want ik denk, als ik dan 68 squares ga maken, dan hou ik er gewoon heel veel over. Ja. Dus ik heb hem in elkaar gezet. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, zit hij, kijk, hij zit precies aansluitend. Ja. Hier komt nog een hoekje onder. Ja, in je taille zit hij precies. Ja, en hier zit hij precies je goed. Je borstomvang. Ja, zit hij precies goed. En het is ook in dit ga je wegwerken met het breien van de... Ja, maar er komt ook nog een bord langs van 5 centimeter of zo. Ja, en de mouw komt er volgens mij nog 3 aan en dan zit ik ook de mouw ook goed. Ja. En ik denk dat hij... ik ben heel blij met de kleuren. Ja, ik vind het ook hele mooie kleuren. Hij zijn echt mooie kleuren. Want je hebt wel toch een beetje kleur, maar het zijn wel echt jouw kleuren. Ja, want ik had gisteren... En het springt er niet uit. Nee, ik had gisteren mijn groene linnen jurk aan, die ik heel veel aan heb. En nou, hij stond gewoon, het was net alsof hij ervoor gemaakt was. Hij stond dus, dit is dan weer minder, maar het stond er gewoon heel mooi op. En van de week had ik mijn groene jurk aan met die bloemen. Nou, perfect. Als ik hem daarop aantrek, is ook perfect. Precies de goede kleuren allemaal. Ja. Dus het is echt wel een, het begint te regenen. Ja. Het is echt wel een, ik ben heel blij. Het zijn geen schreeuwende kleuren, zeg maar. Nee, doe wat het niet. Wat je natuurlijk wel heel vaak ziet in de haken. Ja. En dat je heel veel ziet met granny. Ja, maar daarom was ik ook heel bang om een granny ding te maken. Omdat ik helemaal niet van die schreeuwende kleuren ben. Mm. En eigenlijk ben ik ook helemaal niet van de verschillende kleuren. Jij hebt nog wel eens een streepjestra, maar dat heb ik ook nooit. Want ik ben helemaal niet van twee kleuren. Wel als je inbreidt. Maar dan nog ben ik heel huiverig voor dat soort dingen. Dus dit is echt wel een uitdaging. Heb je nog nooit iets met een streepje gebruikt? Nee, ik heb nog nooit iets met een streepje gebruikt. Grappig. Ja, heel grappig. Ik ga dat nog wel een keer doen. Ik bedenk het ook al vorig jaar de Tolstad. Die wou ik met een streepje doen, maar is niet gelukt. Ja. Op de een of andere manier even meer goed doen. Dat is het voordeel van als je jezelf ziet. Zo, klaar. Nou, ik ben er heel blij mee. Ja, dat is echt. Hij wordt echt heel leuk. En het werk eraan is ook gewoon heel leuk. Ja? Ja, want ik lig natuurlijk heel ver voor. Dus ik hoef. Ja. Ik heb helemaal geen druk. Geen planning. Ik heb totaal geen druk. Maar jij was ook al 16 jaar voor ons. Ja, ik was natuurlijk al begonnen. Toen jij erover begon, was ik al bijna klaar. Nee, dat is niet waar. Nou, jij kon toen niet meer wachten. Nee, ik was gewoon heel benieuwd. Ik ben gewoon altijd heel nieuwsgierig als ik de wol zie. En dan zie ik het graag en dan heb ik met stof ook. Als ik stof zie, dan zie ik er iets in en dan wil ik dat gewoon gelijk aan beginnen. Dat behalve die ene jurk die je al heel lang wil maken. Ja, maar dat is gewoon... De hinterland dress is niet mijn ding. Dat is wel duidelijk. Dus ik denk maar dat is wel, vind ik, een leuk bruggetje. Want we hebben nog iets anders leuks bedacht voor bij onze Ga jij dat even vertellen? Dan ga ik even het volgende project zoeken. Oh, dat is goed. Nou, wat we dus hebben bedacht is... want we zagen dat er in Winterswijk een stoffenmarkt... stoffenspektakel wordt georganiseerd. En toen dachten wij, nou, dat is een leuke uitje. Daar kunnen we gezellig samen naartoe gaan. Hoewel het op een donderdag is. Dus de vraag is of dat gaat lukken. Ja, dan moeten we even kijken. Voor anyways, toen dachten we, hoe leuk is het als we dan daar stof kopen om een jurk te maken voor bij de Ariane cardigan. Ideaal toch? Dat is toch leuk? Dat is hartstikke leuk. Ja. Dat gaan we doen. Dan hebben we of weer een zomerproject. Ja, want dat doen we dan gewoon na 1 juni. Dus op 1 juni hebben we een soort van high tea. Gaan we organiseren voor alle mensen die meedoen met de Ariane cardigan. En dan kan iedereen dus zijn finished object presenteren. Of als je het klaar hebt. Zo niet, en zo niet, dan is het prima. Al laat je maar als je je aan de planning houdt, dan heb je hem dan af. Ja, als het goed is heb je hem dan af, Dus dat is super leuk. En zitten we daar allemaal met hetzelfde vest. Hartstikke leuk. Ja, grappig. Ik vind dat heel grappig. Het gaat sowieso allemaal anders uitzien. Want iedereen heeft een hele andere kleur. Dat merk je nu al. Want sommigen komen dus ook gewoon naar het breicafé. En dan zie je gewoon dat de kleurcombinaties zo anders zijn. Je ziet wel kleuren van jezelf terug. Ja, maar het is zo leuk. Want je ziet ook echt een stukje persoonlijkheid. Ja, dat is bij ons. Die van ons toch ook. Want hetzelfde als bij de Tolsta. Bij breien. Ik ben ook met een Tolsta bezig. Mijn is een andere kleur. Dus het ziet er gelijk ook heel anders uit als die van jou. Hè? Ja, maar goed. Dan beginnen we dus na 1 juni aan. En dan wordt het helemaal leuk. Ga je vast zien in onze filmpjes? Ja, of we bedenken ons weer. Ja, dat kan ook zijn dat we gewoon daarheen gaan. Gezellig wat drinken en naar huis gaan. Hè? Dat kan natuurlijk ook maar zo. Ja, maar ik ben dus ook gewoon aan de tolstap begonnen met alle toestanden. En dat maak ik met Novita Aura. Een nieuw garen. Zit die in beeld? Ja. Novita Aura is inderdaad een nieuwe soortje katoen van Novita. Het is een dikkere katoen dan die ze al hadden. Ja. Het is een DK weight. En het is echt geweldig. Het bereidt geweldig. Ik val in herhaling met Novita altijd. Ja. Ik heb, voordat ik Habedas leerde kennen, heb ik eigenlijk nooit met Novita, ken ik niet eens Novita. Mm. En sinds ik Novita en Habedas ken, breik ik alleen maar met Novita. Ik vind het gewoon een fijn merk om in te breien. Ja, is ook. Het is echt zo'n leuk merk. Kijk, ik heb er wel een langere kabel in, dus mijne kan je wel goed zien.
Welke maat brei jij? Ik brei 5. Nou, ik brei dus nu ook maat 5. Maar die van mij ziet er toch echt kleiner uit. Ja. Maar moet leg hem er maar eens naast. Welke naalddikte gebruik je? Ja, daar zit het hem al in. Hè. Ik heb naald 4. Ik ook 4. Maar kijk eens wat het verschil is tussen een losse breinaald 4 en een vastere breinaald 4. Ja, jezus. Kijk alleen al die hals. Ja, maar ik vind jouw hals zo mooi, maar ja, mijn wordt nooit zo. Maar hoezo niet? Ja, omdat ik gewoon losse brei. Maar welke naald heb je voor de hals gebruikt? Ik heb voor de hals... Nee, ik heb gewoon een 4 gebruikt. Oh. Ja, jij doet dat een naald Ik heb kleiner. 3. Ja, jij doet nou, want kleiner. Ik was wel begonnen met 4. En toen dacht ik, hé, dit wordt heel losjes. Ja. En toen heb ik hem toch uitgehaald. Ja, dus ik ga hem niet meer uithalen. Nee, maar dit is ook gewoon mooi. Jij vindt het sowieso niet fijn. Ik vind dat niet fijn. Nee, dat vind ik echt niet fijn. Dat vind jij niet fijn. Nee, dus maar dan moet je kijken wat het verschil in... Leg je hoofd erbij. Moet je eens kijken wat het verschil ook in... Zie je dat? In een breistijl. Ja, echt hè? Wat een verschil. Ja, maar het is ook een andere draad. Ja, maar je hebt... Maar Woody zijn verkort, dat kan ik wel even... Nee, dat kan ik niet opzoeken. Dat die hebben die koren, dat kan ik erin gebruikt. Dat kan ik op. Ik heb zo mijn handwerkboek. Hè. Wat wil je weten met welke naald je dat hebt gedaan? Ja, met welke naald ik dat gedaan heb. Maar eigenlijk wil ik nu weten hoe het eruit komt zien. Zal ik het even op deze dingen zetten? Ja, zet hem maar even op. Ik heb hem de corn heb ik vorige keer ook met 4 gebruikt. De boord met 3,5. Oh, oké. Okay. Dus ik heb met die van jou ook gewoon met die naald. Maar heb je de boord nu bewust niet op een naald gezet? Nee, dat was gewoon per ongeluk. Dat was gewoon per ongeluk. En ik had de garen meegenomen. En ik wou natuurlijk gelijk beginnen. En ik had op de 3,5 erop staan. Ja. Toen denk ik, hop, pakkee, 4, hup, en weg. Ja, en klaar. Ik wil altijd gewoon zien hoe iets breidt. Ja. Kijk, en als ik dan het eerste bolletje erin heb zitten, dan doe ik weer een tasje. En dan ga ik verder met andere dingen. Ja. Zo werkt dat bij mij. Maar het is echt een mooie kleur. En, ja, het is een mooie kleur. Ja. En zacht, ja. Ja, het is echt een mooi zacht bolletje. En hij breidt ook, het breidt ook gewoon lekker. Het is eigenlijk... Hij breidt het is geen mooi op. Nee, katoen. Katoentje. Het breidt ook mooi. Mooi egaal. Niks mis mee. Maar want ik brei nu maat 5, omdat ik deze garen is dunner dan wat het patroon aangeeft. Ja. Ja, dat is gewoon niet waar. Nee. Maar zij breiden met naald 5 en ik met naald 4. Dus daarom brei ik een maat groter dan wat ik normaal zou dragen. Ja. Maar is jij wilt wel hem... gewoon precies zoals die zou moeten zijn? Ja, ik vind mijn vorige vind ik te wijd. En die had je gebreid in welke maat? 5. Dus waarom ik deze nu in 5 brei, weet ik ook niet. Eigenlijk had je 4 moeten doen. Eigenlijk had ik gewoon... Nou, want ik vind hem er ook vrij fors wel uitzien. Dus de kans dat ik gewoon 2 keer ga breien met dit garen is gewoon heel groot. Oh. Ja, ik ben bijna bij het spitten. Wanneer leer je er toch eens van? Ja, nee, ga ik toch niet doen. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Ik heb zelfs bij passende... Ik zie dat? Zelfs bij passende... Oh, zo het is cute. Echt zo leuk. Dus dat is een van de projecten waar ik mee bezig ben. En dan heb ik nog... Ik heb allemaal tassen, hè. Die tassen hadden we gehad. Dan ben ik natuurlijk nog bezig met de testsnit waar ik niet te veel over mag vertellen. Hoezo niet? Nee, ik mag hem laten zien, maar ik mag niet te veel vertellen. Oké. Ja, niet over het patroon. Over het patroon. Maar je mag wel vertellen hoe leuk ik het vind. Ja, en hoe leuk ik het vind en waar ik het mee doe. Ik brei je met onion. Maar wat brei je? Want je hebt alleen helemaal niks verteld. Wat brei je met onion dan? Wat is die testsnit? De testsnit is een sok. Van? Luna's testsnit. En aan de hand dat ik vorige keer zei om met de doelen van dit jaar dat ik graag een testnet wil doen, reageerde Ineke. En later reageerde Ineke nog een keer van je weet wel dat ik andersom brei als jou, hè? Ja. Dus als je dat heel vervelend vindt. Ik zeg nee, maar ik wil juist op die andere manier leren. Want ik, ja, uit je comfortzone. Ja, dat vind ik gewoon wel heel belangrijk. Ik bedoel, je kunt het altijd wel op dezelfde manier doen, maar dan heb je niks geen uitdaging. Want dan gaat het gewoon vanzelf eigenlijk. En dit is gewoon een leuke uitdaging. Dus ik ben nu weer, net als met de winterstroksels, ben ik nu weer de verkeerde kant. Aan het, voor mijn gevoel de verkeerde kant aan het opbreien. Ja, dus van been naar teen. Ja, van been naar teen. En de sokken heten, kun je even vertellen, maar dat mag ik wel vertellen. Het zijn de Katla-soks. Dat heeft ze, ze is op vakantie geweest naar IJsland. En daar heeft ze een grot bezocht. Oh. En daar kwam ze op dit idee. Ik ga hem van afstandje even laten zien. Ze kwam in de grot op het idee. Ja. Oh, het ziet er heel leuk uit. Het is echt, en het voelt zo lekker. Jij mag voelen. Oh, maar het is een soort van nopje. Ja, echt. Mag ik dat vertellen? Dat weet ik niet of je dat mag vertellen, maar dat gaan we dan bij deze noemen. Het is een soort van nopje. Maar het was even een dingetje, begin. Maar nu ik hem heb, maar ik gebruik... Wat was een dingetje dan? Ja, dat... Kan ik niet vertellen, want... Het patroon was een dingetje. Er zat iets in het patroon, wat een klein dingetje was, omdat ik met dunne naalden brei. Oh. Het is natuurlijk, het garen geeft aan 3 en 3. Ah, oké. Het garen geeft aan 2,5, dus ik brei met 2.
Ach zo. Ja, dus dan heeft dat het dingetje, omdat dat, als je heel nieuwsgierig bent waarom dit is, zul je moeten wachten tot de testing klaar is. En dan kun je bij Luna Sternit op haar site kan je... En wanneer is dit? Dat weet ik niet. Oh. We zijn nu aan het testnitten, dus... Heb je een deadline gekregen? Nee. Maar ik bereis morgens om 6:00, dus ik ga niet zo lang duren, denk ik. Als ik het allemaal snap. Maar tot nu toe snap ik het nog. Tot nu toe vind ik het ook nog heel leuk om te doen. Okay. Maar ik vind het rolletje ook gewoon heel fijn. Dus misschien ligt het daar ook wel aan. Ik ben heel gek op de onion sakje aan van ons. Ja. En ik had toevallig nog 2 bolletjes groen thuis liggen. Ja. Dus daar ben ik gewoon mee begonnen. Wat was daar ooit het plan mee met die 2 bolletjes? Geen flauw idee. Vast een pashok of zo. Waarschijnlijk. Of, ja, of een teen of een hak of zo. Ik weet precies wat daarvan was. We hebben hem toch nog wel deze, ja. Zeker. Dat is een normale kleur. Maar ook er geen kerstsokken van rijden toen? Dat denk ik, want het is wel kerstgroen. Ik wou hier kerstsokken van rijden. Met kerstboom erin. Oh, dat is mislukt. Met de kerstboom erin. Nee, voor jouw schoonzoon wilde jij dat doen. Ja, dat wil ik. Oh, sorry Matthias. Gaan we het nieuws verzinnen. Nu krijgt hij geen kerstsokken. Nee, nu krijgt hij geen kerstsokken. Dan moet ik wat anders verzinnen. Hij wil ook wel een witte trui. Een witte trui? Ja, wil hij ook wel. Als je dan toch voor Henrik ook bereidt. Oh. Ze gaan nog even kijken wat we daarmee gaan. Wat leuk! Ja, mijn dochter heeft haar vestuur voor aan, dus ik ben heel blij mee. Maar dit is dus de testnit. Maar ik niet heel veel. En ik heb wel met mezelf afgesproken dat als het patroon online komt en ze gaat het uitgeven, dat ik er wel veel over ga vertellen. Ja. Want ik heb wel in mijn boek bijgehouden wat ik ervan vind en waar ik tegenaan liep en wat ik lastig vond. En wat ik nu niet kan vertellen, maar het is gewoon. Dus over een tijdje kun je er meer over vertellen. Ja, mag ik er meer over vertellen en dan is het ook. Maar ik. Maar hoe vind je een testnit, hè? Ja, leuk. Nee, gaat er iets gebeuren wat niet moet? Wacht heel ben je even. Kwijt? Nee, vertel maar verder over je. Nee, ja, dat ding gaat er maar. Ik had gedacht dat ik de druk van iemand anders niet fijn zou vinden. Oh. Omdat ik normaal eigenlijk helemaal niet zo... Ik ben niet zoals jij, hè? Ik heb niet dat met die druk en zo. Je werkt niet onder druk. Jawel, ik werk heel goed onder druk. Maar dan werk ik pas de laatste week. Dus dan ga ik in de laatste week gewoon 2 pashokken maken. Zo ben ik dan. Ja. Maar ik heb me nu voorgenomen om dan gewoon rustig aan te beginnen. En dat gewoon ook goed het patroon te volgen. Want dat is ook wel een dingetje soms. Ja. En ik vind het eigenlijk heel leuk. Ja. Ook om de commentaren van anderen te lezen. De ene is al veel verder. Dus die loopt altijd soms tegen dingen aan. En de andere had bijvoorbeeld dat garen niet helemaal was wat zij ervan verwachten. Oh ja. Dat vind ik wel heel leuk. Want het is wel, je bent wel veel betrokkener daarbij. Hoeveel mensen testen het? 3. Oké. Dus het is wel een klein groepje. Maar dat maakt het juist ook wel leuk om te zien. Dat de dingen waar hun tegenaan lopen. En dan gewoon ook de gesprekken die je daar... Precies. Ja, wat je erover kunt lezen en zo. Vind ik wel heel leuk. Ja. Dus ik vind het een heel spannend iets. Dus ik denk dat ik wel fan word van testnitten. Leuk. En, maar dit is ook wel een leuk patroon om andersom te gaan breien. Dus ik denk dat ik hem hierna nog een keer andersom kan. Oh, dat is leuk. Ja. Ja dat ja, vind ik een goed idee. Dat gaat prima. Dan had ik nog de laatste tas. Oh, spannend. Heb jij het zo bijna. Ik denk dat je nog even vol moet lullen. Schreeuw ik kapot. Dat kan ik al. De laatste. Het gaat toch iets moeilijker dan ik dacht. Ja, maar is heel wel vaak zo. De laatste is... ergens een bolletje. Kijk, nog ergens een bolletje waar een ding omheen zit. Oh, het lijkt net op een wolk. Ja, is het echt, hè? Dit is de Novita Halaus, Halaus, Halaus. We weten niet precies hoe we het gaan uitspreken, maar die... Die ik in de vorige video van de Breipodcast meegenomen heb. Omdat we hem toen net opgehaald hadden met de auto. En ik hevig verliefd was op de wol. Oh, wat is er geweldig. Echt best wel blij mee. Ik ben voor de 2e keer de trui aan het breien. Ja, waarom? Vertel. Omdat ik gewoon zo eigenwijs was. Ik heb een heleboel naalden. Maar ik heb destijds niet de hele kit gekocht van Tjaukoe. Ik heb gekocht wat ik nodig had. Dus elke keer bij jou neem ik dan weer een langere kabel, kortere kabel, dikkere naalden, dunnere naalden. Want ik denk, sommige dingen gebruik ik gewoon nooit. Dus die wil ik dan ook niet hebben, want dan erger ik me aan. Ja, dus ik denk, ik koop gewoon elke keer nodig. Nou, en plus een flinke investering als je in één keer zo'n hele kit koopt. Maar dan gaat zij dus op vakantie. Ja. Naar Zuid-Afrika. Ja. En ik begin te breien. En te breien, en te breien, en te breien. En vanaf het begin dacht ik al... Beetje strakker. Maar... Ja, maar jij bent dat wel ook gaan doen. Omdat je altijd strakker nodig hebt. Ja, ik heb altijd strakker nodig. Dus ik heb ik ga altijd standaard een halve naald naar beneden. Maar ik ben dus nu... Ja. Ben ik een naald naar beneden of ben ik een halve naald naar beneden gegaan? Die discussie moeten we nog voeren. Hier staat op 5 tot 6 mm. Maar meestal pak ik dan de 5. Als er 2 naalden staan, als er 2 naalden staan, pak ik vaak de laagste. Oh, ik dacht dat jij dan normaal 4 zou pakken. Nee, ik zou dan bij deze, als ik dat in huis had gehad, op dat moment was ik met 5 begonnen. Echt waar? Ja, dan had ik de boord op 4,5 gedaan en dan had ik de dingen op 5 gedaan. Maar dit is 5 of 6.
dan had ik dus de 5 gepakt. Okay. Maar als er maar eentje op staat, bijvoorbeeld had alleen 5 opgestaan, dan had ik dus inderdaad 4,5 gepakt. Okay. Maar die had, ik had dus geen 5 in huis. En Kim was weg. Ik kan dat dan gewoon ook echt zands kopen. Maar dan denk ik, nou, laat maar. Ja, ik begin gewoon fijn dat je mij gewoon de schuld kunt geven. Ja, dat is heel prettig. Dus ik ben met 4,5 begonnen te breien en te breien en te breien. Oh, we breiden zo fijn. Oh, daar gaat ze weer. En we breiden gewoon heel fijn. Kijk eens hoe mooi. Oh, hij is zo mooi. Hij is zo mooi. Dus dat ging al prima hoor, tot ik met de mouwen begon. Ik had de hele trui af en toen begon ik met de mouwen. En toen dacht ik, nou, dit wordt wel erg strak. Het voelde ook niet lekker meer. Maar ik had eigenlijk vanaf het begin al dat ik dacht... het had fluffier gemoeten. Ja, hij voelde heel vast. Hij voelde vast. Ja. Maar nou ben ik een hele losse breister. En ik heb een hele erge hekel, wat alle losse breisters hebben... aan iets wat heel erg los en fluffy is. Dat komt gewoon omdat je zelf dat altijd hebt. Ja. Dus daarom is ook de reden dat ik gewoon altijd met lagere naalden brei... als dat jij bijvoorbeeld doet die iets strakker breidt. Ja. Dus ik denk, nou ja, weet je, niet zeuren, brei gewoon af. Dus ik had hem helemaal klaar op de bord na... Dus... Oh, verschrikkelijk. Maar waarom heb je niet eerder bedacht om hem... Ja, had ik wel, maar ik had denk ik... ik was gewoon, eigenwijs, ja, maar, zo eigenwijs. Ja, ook heel eigenwijs. Maar dit is gewoon een heel lekker patroon om ook gewoon bij de tv te breien. Dus het vliegt eigenlijk van je naalden. Het vliegt gewoon werkelijk van je naalden. Dus ik denk vorige week vrijdag... Ja, vorige week vrijdag bij het breikafé dacht ik... Ja, maar ik ga het ook eigenlijk niet doen. Dus ik aan jou vragen. Heb jij nog naald 5? Nee, heb ik niet. Dus alsnog, dat was helemaal de ploegverhaal. Nee. Alsnog moest ik ze bestellen... Dus in principe had ik gewoon gelijk dat kunnen doen. Oh, wat stom. Maar het mooie is ook dat je geen verschil ziet tussen 4,5. Op het oog zie je geen verschil tussen 4,5 en 5. Dat is het hele grappige van het verhaal. Maar je voelt het wel. Je ziet geen verschil. Nee, niet echt. Maar dat komt ook door het patroon, denk ik. Maar je voelt het wel. Je voelt het heel duidelijk. Je voelt het heel duidelijk. Even voelen. Ja, je ziet ook wel, het is gewoon ietsjes minder vastig dan... Ja, toch? Maar ik heb dat heel vaak als ik dan, zelfs met het haken. De steekverhouding van deze twee is gelijk. Als je dit meet, is het gelijk. Dat is zoiets bizar. Dat heb ik met het haken ook van het Irarian cardigan. Dat had ik eerst met een kleinere naald. Vond ik niet mooi, maar de breedte was precies goed. Ja. Zeg maar wat dan ligt. Ja. Dus ik denk, nou ja, weet je, ik bestel dat gewoon. Had ik natuurlijk in mijn snelle bestelling de verkeerde naald besteld. En ik had een korte naald besteld, vind ik niet fijn. Dus nu heb ik een lange naald en een korte. Oh, echt? Ja, tuurlijk, ik wel. Dus dat was al heel drama van de week. Nu heb ik dus, ik ben er dus vorige week vrijdag aan begonnen. Ondertussen moest ik ook nog testnitten, hè? Dus ik was een beetje drukker van de week. En ik was nog bezig met die andere. Maar kijk, het gaat zo snel dat ik hem dus gistermorgen om 6 uur gesplit heb. Oh, joh. Ja, maar het breidt gewoon, het vliegt echt van je naalden. Ja. Ik heb deze ook denk ik in anderhalve week, 2 weken gebreid. Maar het is echt zo ontzettend mooi gaar, hè? Het is gewoon. Hij is fluffy, hij is zacht, hij is warm. Hij is, oh. Oké, want dat is dus de halaus en die is met alpaca. Ik weet niet meer de precieze verdeling, even kijken. 40% katoen, 35% alpaca en 25% wol. Ja, maar hij is echt... Ik ben verliefd op die katoen, maar dit is nog veel erger. En die kleur ook echt mooi, hè? Ja, echt, hè? Oh, maar ik vind die grijs ook heel mooi die we hebben. Die donkergrijs. Ja, er zit heel... Ik ga zo meteen even wat mooie kleurtjes laten zien. En de beige vind ik mooi. Dus ik denk dat ik van wel... Zou de field cardigan in deze kunnen? Nee. Dat zou ik niet doen. Nee, dat zou ik niet doen. Heb ik toch helemaal geen patroon wat ik dan aan kan? Weet je wat je ermee kunt doen? Nou, vertel. Voor je schoonzoon. Ja, in een lichte kleur. Ja. Ja, gewoon in een... Maar misschien vindt hij dit niet zo leuk. Misschien wil hij iets meer, iets strakkers. Ik weet het niet. Dat zijn mannen vaak toch? Ah joh, we gaan gewoon overleggen. Hij is niet zo moeilijk. Maar dat zou ik nog inderdaad kunnen doen. Maar dit is echt, hij is echt... En het is ook gewoon een leuk patroon. Maar die andere gaat dus nu uitgehaald worden. Ja, die is, kijk, die elke keer haal ik een stukje uit en dan ga ik weer verder. Maar ik had bewust nog niet alles uitgehaald. En ik denk, ik wil het gewoon laten zien hoe het... Het is gewoon een heel leuk patroon. Maar ik vind het ook wel gek dat het wel gewoon even... groot wordt. Ja, kijk maar. Dat is geen verschil. Dat is wel geen verschil. Een beetje gek. Het is echt totaal geen verschil. Kijk maar. Het is totaal... Hij is precies even groot. Ja, dat vind ik wel echt een beetje gek. Ja, hè? Ja. Ik vind dat heel gek. Maar het voelt gewoon totaal anders. Ja, precies. Dit gaat... Nou, en het vliegt nu nog veel harder. En heb, ja, ik wilde ook net zeggen... Heb je dan nu wel ook... Verbruik je minder? Dat weet ik niet. Dat denk ik haast... Nee, er weinig verschil in zit. Dus... maar het is gewoon... ik heb hem... Ik zal hem er even bij pakken. Mm-hmm. Waar zit hij? In de tijd dat jij... Ja. Nou, ik dacht dus dat dit makkelijk was, hè? Dat je dit zo eventjes doet. Nou, nee, niet dus. Niet dus. Ik weet ook niet of ik het wel wil hebben. Ik weet ook niet of het wel wat was. Nou, ja, ik was zo enthousiast. Het,
Het is, ja, een heel fijn, het is een heel fijn patroon, staat hier. Is ook zo. Staat hier? Nee, het is een heel makkelijk te volgen patroon. Het is heel goed beschreven. Het is de Combe Aron van Sarah Solomon. Oh. Ik had nog nooit van haar gebruikt. Nee. Ik heb nog nooit van haar gehoord. Nee. Ik kwam het plaatje toevallig tegen. Kijk, 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 kijk. Deze foto kwam ik tegen. Toen denk ik, oh, dat vind ik leuk met die. Een beetje gaatjes, fluffy, een beetje zomertruitje. Zo s'avonds eroverheen. Ja. Zo lekker tussendoor ding, zeg maar. Ja. En zoals nu, als het eigenlijk een jas te warm is. En het, ja, de rest is allemaal te koud. Dan de vest moet je altijd dichtknopen. En dit kan je er gewoon overheen trekken. Ja, lekker toch? Ja, en ik wil een lichte. En het is echt licht garen. Het is echt licht garen. Dat is het eerste wat mij opviel. Als ik dan deze aan heb, dan voel je dat je een trui aan hebt. Ja. Als je deze aantrekt, is het gewoon net alsof je geen trui aan hebt. Want het voelt gewoon heel licht. Het is gewoon een heel licht garen. Waardoor je gewoon, het gaat gewoon, kijk, mijn is met deze. Dus dat zit, ik zit weer van de hak op de tak. Kijk, dat gaat veel sneller. Nu gewoon met een naaldje. Ja, oké. Okay. Nou, het is gelukt hoor. Jongen, 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 300 jaar later. Is die van jou nou echt zoveel groter als die van mij dan? We zitten met twee dingen door elkaar niet te praten. Ja, dus dit is dus hoe het normaal gaat, onze gesprekken. Ja, ja. Weten jullie dat ook? Ja, maar ik denk dat dat ook juist... we moeten onszelf zijn, dat is beter. Hè? We zijn niet zo gestructureerd. Nee, nee, geen van tweeën, ben ik bang. Kijk, maar dit is wel heel... Het ziet er wel anders. Nee, het is wel echt kleiner. Ja. Even kijken, wat is er aan de achterkant? Deze. Dit is de voorkant, dit is de achterkant. Zo. Het is even groot. Ja, in de breedte wel, alleen de hals is dus wel echt smaller. Ja. Nee, maar nee, hij is... Nee, die van jou is wel echt... Die van mij is echt groter, die is echt groter. Ja. Die is echt wel groter. Ik vraag me nu af of die van mij wel past. Jawel. Ja, maar toch weer net zo nauw sluitend. Ik wilde hem ietsjes wijder hebben. Ja, dan denk ik dat je... Dat is niet gelukt. Ik denk niet dat dat gelukt is. Maar nauw sluitend is ook wel goed, maar... Misschien moet je een stukje van mij mee. Ik denk dat die van mij wel te breed is. Komt dus heel verhaal hier op de bank liggen. Maar waar vertellen we het over de halaus? Oh, ja. Over de halaus, halaus, halaus. Halaus, ja, halaus. We gaan voor halaus. Halaus. Nou, ik zal hem voor me houden. Ik kan alleen maar zeggen dat het een ontzettend fijn garen is. Omdat het heel lekker licht. Ah, hij is licht. Ja, dat is wat je aan het vertellen was. Ja, heel licht. Hij bereidt gewoon heel licht. Het glijdt echt van je naalden af. Het is, ja... Het voelt ook gewoon heel lekker. Ja, nou, ik wilde namelijk vertellen waarom die zo licht is. Maar dat heb ik volgens mij in het vorige filmpje ook al verteld. Ja, maar dat is dan niet in minder. Ga je nog een keer vertellen. Dat is niet meer leuk. Vertel waarom dat want, zo licht is. Hij is dus gemaakt van 40% katoen. En dat komt omdat... Ja, ga ik proberen te laten zien. Ik weet niet of het lukt. Het is een soort van buis. Katoenen buis, inderdaad. Een katoenen gazen buisje hebben ze gemaakt. En daar doorheen en omheen hebben ze de alpaca en de gewone wol... erin gaat blazen. Dus het is ook gewoon echt een luchtige draad van binnen. En daarom is die zo licht. Je bent kijken of je dat kunt laten zien. Maar... Nee, dat kun je niet. Je moet iets hoger houden. Iets hoger. De camera zit hier. Ja, dat weet ik. Maar ik zit... ik hang ook half in de bank. Het ziet er weer heel, heel leuk uit aan mijn hoofd. Wij zijn zo professioneel. Echt ook, hè. We hebben er ook gewoon zo nagedacht. Kijk. Zo kan je het wel zien. Kim kan er niet bij van lachen. Nou, sla mee. Zo ziet het eruit, jongens. Nou, in ieder geval, dat is dus waarom hij zo licht is. Want hij is gewoon niet... hoe zeg je dat? Solid. Hij is niet getwijnd of zo. Dus daardoor... omdat dat ja, omdat hij dus echt, is. Ja, hij is echt gewoon... Het is gewoon lucht van binnen. Dus daarom is hij zo licht. Ja. En dat maakt hem dus heel fluffy. En de alpaca maakt hem natuurlijk lekker zacht. Hij is heerlijk zacht. En als je in het breien bent, ook zo, het voelt ook gewoon lekker. En hij komt dus in heel veel verschillende leuke kleurtjes. Die ga ik gewoon hier neerhouden voordat ze die van mij erbij inzetten. Kijk, we hebben heel veel verschillende kleurtjes. Wat een beetje basis, neutraal kleurtjes zijn. Ja. Wat altijd goed is. Mm-hmm. Dan wat modekleurtjes. En wat voorjaarskleurtjes vind ik dit. Echt voorjaar, zomer. Ja. Een leuke zachte geel. Een leuke zachte mintgroen. Ja, echt leuk. En lekker knalroze, wat nu echt helemaal hip is. Ja. Nou, ik zie mezelf er niet meer lopen. Ik ook niet, maar... Ja. Ik vind hem wel heel tof. Als je dit aandurft, nou, dan vind maar ik Maar weet je wat hij ook leuk heeft? Dat je dat witte er doorheen ziet. Nou, maar dat hebben ze dat dus is, allemaal, kijk, inderdaad. Dat is gewoon bij het roze, en juist bij allemaal. En, maar dat roze, maakt ook dat je ze heel goed kunt combineren. Ja. Want ze hebben allemaal diezelfde witte katoenen buis in het midden zitten. Nou, dan de trendkleurtjes. Oh ja, dit vind ik ook nog wel echt een voorjaarskleurtje. Trouwens, een beetje oranje. Ja, peach. Echt leuk. Peach oranje. Ja, echt leuk.
Een beetje trendkleurtjes paars, waar jij ook mee bezig bent. Ja, mijn paars. Ik ga hem hier stapelen. Kunnen mensen ontzettend. En zacht. Ja, een beetje babyroze vind ik het wel. Een beetje oudroze misschien ook wel. Vind ik ook heel leuk. Ja, die had ik als eerste instantie, hè? Ja. En toen vond ik toch die ook. Ja, ik wil denk ik hier iets mee maken. Of met deze beige-achtige kleur. Ik zag hem erbij opleggen. Wel, even, ik heb jou laatst verteld wat ik ermee wilde maken. Toch? Ja. Dat was een van de sweaters van My Favorite Things Knitwear. Ja. Die zei jij van dat. Of die iets donkere of die? Je wist deze niet, of deze? Je wist nog niet welke. Gewoon in ieder geval een neutraal kleurtje. Ja, ik denk toch deze. Nee, deze ook wel. Ik heb namelijk één witte trui. Ja. En die vind ik echt heel fijn. Ja. En die van My Favorite Things Knitwear, die lijkt daar wel heel erg op. Ja. Ik vind dus ik denk dat ik voor deze ga. Ja, deze. Deze, hè? Ja. Wat vinden die lichte? Die lichte. Deze? Ja, ik vind die lichte. Ik vind ook deze. Ja. Nou, en dan op je zwarte rok. Ja. Helemaal mooi. En zo ook nog grijs. Dat ja, die vind is ik leuk. Altijd. Die vind ik leuk. Dat vind ik ook leuk. Vind ik een mooie kleur. En dan hebben we nog twee tintjes blauw. Donkerblauw en een lichtblauw. Superleuk ook om te combineren. Kijk hoe leuk. Ja, echt, hè? Ik vind dit ook echt een hele mooie blauw. Ja. Die vellen vind ik leuk. Ja, heel tof. Oké, nou, de staat er bijna te groot. En zwart. Ja. Wat is eigenlijk een beetje grijs lijkt, omdat er een witte... De band doorheen zit. Ja. Maakt het wel heel mooi. Maakt het heel mooi. En ik vind echt, want daardoor wordt het een beetje levendiger, een beetje speelser. Kan ik daar de Laude van Marije? Nou, het is geen DK weight. Het is meer, hè, als DK. Ja, maar dus dan zou je het patroon een beetje moeten aanpassen. Dat is niet zo'n probleem. Mogelijkheden te over. Kleuren genoeg. Kijk hoe mooi. Ik ben er bijna achter verzopen. Zoveel kleuren hebben we. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja, maar het is echt ook een heel mooi graag. Maar goed, dit is dus nu online. www.haberdas.nl. Ze kosten €7,90 uit mijn hoofd. Volgens mij wel. Heb jij het onthouden? Nee, ik heb het niet onthouden. Ik ook niet. Ik heb wel onthouden dat het ontzettend fijn bereikt. Ja. En dat je echt... Maar wat denk je van een sjaal? Oh ja, ik wilde nog even zeggen. Want ze noemen het dus inderdaad een chunky weight. Nee, niet chunky. Aaron weight. Mm-hmm. En je breidt hem op naald 5-6, zeggen ze. Ja. Het heeft een stekenverhouding van 14 steken en 22 toeren. En het is 50 gram en 100 meter. Maar ik denk dat die ook heel leuk gaat zijn in een sjaal. Die je heel erg los hebt. En dan gewoon met de naald groter. Met 7 of zo. Ja, zeker. Dat denk ik ook. Dat denk ik dat ook geweldig gaat zijn. Ja, van sjaal zou dat kunnen. Ik denk dat ik daar misschien die donkere nog over ga. Welke donkere ga je dan gebruiken? Die zwarte? Die zwarte. Echt? Ja. Ik heb je nog nooit iets met iets zwarts gezien. Nee, maar dat komt dat ik dat... En grijs ook niet. Maar dat komt dat ik een paar jaar geleden heb gezegd... Ik ga dat niet meer doen. Want ik had altijd dus... Dit waren echt mijn kleuren. Mm-hmm. Die drie. En ik ben nu naar de bruin. En de blauw. Ja, blauw? Deze blauw? Die blauw is te heftig. Maar deze, ik zou denk ik gaan voor deze, voor een sjaal of zo. Ja, die vind ik echt leuk. Matcht ook overal goed bij. Ja, maar ik heb een groene jas, hè, dus dat is perfect aan mij. Ik vind dat denk ik beter dan zwart. Ik vind zwart denk ik te heftig. Ja, dat wordt te hard. Dus dat gaan we gewoon weggeven. Weggeven? We gaan niks weggeven. Nee, we gaan niet meer niks weggeven. Maar in ieder geval, als ik ga bereiden, zeggen, sla je slag, want dit is echt een fantastisch gaaf. Ja, ik vind het echt een leuk gaaf. En plus, als je nu begint met breien en je hebt niet zoveel tijd, dan heb je volgende winter een lekkere draai. Ja, dat is ook zo. Ja, want het gaat echt heel snel. Toch? Voor mij gaat het gewoon echt heel snel. Ja, maar dan, ja. Ja, of gewoon lekker in de zomer, als je inderdaad... Ja, ik wil hem echt voor de zomer. Ik wil hem echt voor de zomeravond. Of de ochtend, als je even lekker buiten wil gaan zitten of gaan lekker wandelt. En het is toch net... Voor een jas te warm, te koud. En, of voor een, je hebt eigenlijk een jas nog, maar je wil geen jas. Ja. Vind ik hem heel leuk. En ik vind die lichten ook heel mooi. En ik vind deze vind ik ook geweldig. Deze vind ik ook leuk. Ik vind het allemaal leuk. Het is weer jammer. Maar helaas, ik heb hem al mee gehad naar huis, dus dat scheelt. Ik heb een gelukje deze keer. Want? Ja, want ik heb deze al. Je hebt er al mee gebreid, bedoel je? Ik heb het al mee gebreid. Hij breidt echt geweldig. Ik kan hem echt aanraden. En dan ben ik een Novita fan, dus ik weet niet of ik helemaal eerlijk kan... Oh ja, en wat ook nog wel leuk is, hij is... Ucotex gecertificeerd. Ik weet nooit hoe ik dat uitspreek. Hij heeft een of ander certificaat. Ucotex gecertificeerd. En dat betekent houdt dat er geen schadelijke chemicaliën zijn gebruikt om het te vervaardigen. Ja, dat is wel een hele belangrijke. Voor jou is dat een hele belangrijke. Maar het is voor iedereen belangrijk. Want daarmee is het ook bijvoorbeeld veilig voor baby's om ermee te breien. Ja. Dat soort dingen. Dus dat is altijd ik kan veilig in de gasthouderopvang breien aan die trui, want het is gewoon hartstikke veilig. Ja, precies.
Nou, alweer een voordeel. Ja, ja, het zijn echt ook leuke kleurtjes. Vind ik ook. Ja, en, echt leuk. Ja. Heel zacht en ja. Ja, echt mijn echt fluffy mijn dingen kleurtjes. Ook. Ja, echt ook fluffy dingen. Nee, dit was alles wat ik op de naalden heb staan. Nou, dan zijn we er. En dat, je hebt ook alles laten zien wat jij op de naalden hebt staan. Dus, ik ga nu zometeen even mijn Tolstad die passen, want ik wil weten of die past. Ja, we kijken ook precies een uur. Goed gedaan. We zijn net over... Nou, bijna gelukt. Wij zijn weer helemaal bij. We zijn druk geweest. Ja. Misschien moeten we gewoon vaker terugkomen, zodat we kortere filmpjes kunnen maken. Of niet. Maar dat gaat ook niet werken. Lange filmpjes zijn ook leuk, toch? Wij weten bij God nooit wat we willen. Dus en ook al hebben we weinig te laten zien, dan praten we alsnog veel. Dus, dat maakt helemaal niks uit. Het zegt helemaal niks. Dus ik hoop dat je een leuk filmpje vond. Ja, en zoals altijd, vond je het leuk? Geef ons een like, geef een comment. We zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja. Of jullie met ons eens zijn wat we te vertellen hebben. Misschien ben je benieuwd naar iets wat wij willen vertellen. Stel gewoon ook je vraag aan ons. Ja, dat kunnen we ook gewoon. Je kunt ons volgen op Instagram, @haberdas. En vergeet niet te abonneren, zodat je meteen weer een melding krijgt als er een nieuwe film is. Ja, als we wat beleefd hebben. Of als we wat af hebben. Ja. Of wat hebben te vertellen. Is het altijd leuk, toch? En tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Doei.